Woensdag 10 juni is er tot twee keer toe brand geweest bij de apotheek en de Van Zwindersingel. Bij de eerste brand kwam korte tijd wat rook vrij. De brand is waarschijnlijk in de kelder van het gebouw begonnen. Het personeel was op tijd buiten. Er vielen dus geen gewonden. Het was toen nog niet bekend wat de oorzaak van de brand was. Nadat het gebouw geventileerd was, kon de brandweer de spullen weer inpakken. Maar niet voor lang, want even later was het weer mis. In de avond zijn de hulpdiensten weer uren bezig geweest. Er was opnieuw brand en rook. De brand was ontstaan door een kapotgevallen fles met fosfor. Fosfor ontbrandt bij contact met zuurstof. Op de vloer van het medisch centrum ligt het fosfor, maar het is nauwelijks te zien. Het opruimen hiervan is een specialistisch klusje. En het opstellen van het juiste plan van aanpak vergt te veel tijd. Uiteindelijk zijn twee tankautospuiten van de brandweer Schiedam en Vlaardingen ingezet met speciaal beschermende laarzen. Een grote zandwagen kwam het benodigde zand brengen. De brandweer heeft die over de vloer gestrooid en daarna nat gemaakt. Zodoende kon het fosfor opgepakt worden en afgevoerd. Gedurende de inzet stond onder andere een verzorgingsunit en een aderbeschermingsunit stand-by. De straat was geruime tijd afgesloten. Wil jij dan wat doen met die stofzuiger? Dan erin. Kun je anders proberen? Ja, dat is wel. We gaan hier de hoekje opleiden. Met de vlaag en zo.